Wil jij mijn hand geven? Waar is ook? Waar zit een beetje vast? Hallo Lars. Grote vriend. Wat is dit? Oh, jij wil pepernoten hoor. Maar er zijn nog meer pieten. Waar zijn die pieten dan? Die moeten allemaal strooien. Doen ze dat niet? Bam. Ben je niet geweest? Volgens mij lach jij weer maar niet. Voordat ze zonder willen gaan zingen en dat kunnen ze heel goed volgens mij. En ze zijn ook heel lief geweest. Wie van jullie is het allerliefst geweest? Ja. Dit is een verrassing, hè? Dan waren we met 3 Zwarte Pieten en we zijn nu met 4. En wie kent deze Zwarte Piet? Wie is dat? En wat is die? Koe! Toch? Hij is toch koe? Dit is de koelste Piet. Wat zullen we vragen aan Diego? Echt waar? Oh. Dat vind ik wel heel lief van je. Dankjewel. Ja, wie dan voor je wel? Ja. Olympisch ja, dat klopt. Ja! Dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja. Waarom ben ik zo cool? Omdat ik niet echt warm ben. Nee hoor. Nee. Ik heb Sinterklaas zelf verzonnen. Moet je wel eens Sinterklaas vragen waarom je mij cool vindt? Ja. Waarom is hij cool? Ja. Hij is heel stoer, hè? Oh. Kun je niet? Ja.
En hij kan goed zingen, hè? Ja. Ik ga alleen zingen als jullie meezingen. Dus zeg maar welk liedje. Dat is geen liedje, dat is naapen. Ik heb nog nooit zoveel kinderen Koreaans horen zingen, anders is dat liedje. Ander liedje is Sinterklaas liedje. Wie? Zeg maar. Met z'n allen. Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn lege, lege tonnen. Gooi wat in mijn. Ik denk dat er wel heel veel kindjes zijn die weten wie ik ben. Dus... Diego! Ja, dat is vraag. Zeg maar. Ja? Ja? Oh, dat was je antwoord. Maar dat was geen vraag. Oh. Wat wil je vragen? Ik wil een liedje zingen. Wil je een liedje zingen? Wat dan? Oh, je wil een liedje vragen. Wat wil je voor liedje vragen dan? Oh, dat hebben we die nog op het repertoire zitten? Ik denk het nog net, dat kan nog net. Misschien speciaal voor alle juffrouwen dat ze moeten zingen. Ja. Alle juffen kunnen goed zingen, toch? Ja? Ja. Gewoon ook omdraaien, hè? Gewoon. Wat? Nou, alleen de juffrouwen samen met mij, hè? Ziegins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje en denk op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd dan niet ons huisje voorbij. Applaus voor alle juffen. Wat goed. Iemand die nog een vraag wil stellen? Want anders... Kom ik vanavond bij jou. Ik moet eerlijk zeggen, dat kan ik niet beloven. Want, nee, want wij moeten namelijk met Radio NL, ben ik vandaag op pad, en moeten we nog naar Leeuwarden toe. En we moeten nog naar een ziekenhuis in Hoofddorp. Dus het kan zijn dat ik daar nog ben als andere Pieten bij jou thuis komen. Dus, moet je me maar niet kwalijk nemen als het me niet lukt. Ach, haha! Wie denkt blauw? Wie denkt geel? Wie denkt rood? Ja. Echt waar? Ja. Het is paars. Ja. En dan niet politiek paars, hè? Dat hadden die niet. Goed. Volgende vraag. Jongetje, de rode, ja. Jij. Ik kijk een beetje schil, sorry. Die limousine van jou? Nee. Die kan je met je papa huren en dan kun je de hele dag in rijden. Hoe cool is dat? Hij zegt, ik heb hem goed gekeurd. Dat wil je vragen. Een liedje meer. Of ik een popster ben. Wie vindt mij een popster? Wie vindt mij meer een poppiet? Weet je, hebben jullie eigenlijk wel een idee waarom ik ben gaan zingen? Zal ik dat eens vertellen? Oké. Okay. Kijk, Sinterklaas zei... Ik vind het leuk als er een Piet is... die overal met alle kinderen gaat zingen. Want Sinterklaas vindt zingen heel belangrijk... Er zijn ook kinderen die s'avonds hun schoen zetten en dan heel snel zeggen, maar dat is natuurlijk niet zingen. Je moet wel een netje zingen, toch? Ja. Dus toen zei Sinterklaas tegen mij, als jij nou eens voor mij zoveel mogelijk kinderen gaat bereiken en overal gaat vertellen hoe leuk het Sinterklaasfeest is. Want het is het leukste feest van het jaar, toch? Ja! Dus daarom ben ik gaan zingen. Ja, hi, zeg het maar. Omdat heel veel mensen die ouder zijn, die laten hun baard staan, want die willen niet iedere dag meer scheren.
dat is dan al klaar. Dus Sinterklaas... Jouw vader wel. Ja, brrr, precies. Ook zijn hoofd ook? Wat een gekke papa heb jij. Zeg maar. Ja, zie je wel. Maar als je papa wat ouder is, laat hij hem staan. Let maar op, zeg maar op. Echte mannen hebben baarden. Zeg maar. Ja, wel drie. En ze zijn niet te koop. Zeg maar. Ja, ik... mag ik het zeggen, Sint? Ik ben jonger dan ik ben. Nee, jonger ouder dan ik me voel. Hoe zeg je dat nou, Sinterklaas? Ik ben... Veel jonger dan ik. Ik ben de helft van Sinterklaas. Weet je, nee, ik zal het eerlijk zeggen. Weet je, wij vieren onze verjaardag eigenlijk niet. Wij vieren met z'n allen het verjaardag van Sinterklaas. Dus wij zijn zo oud als we willen. Dus vandaag ben ik, voel ik me... 21. Ja, maak dat de kat maar wijs inderdaad. Daar. Waar woont Sinterklaas in Spanje? Sinterklaas heeft, net als in Nederland, heeft hij een aantal kastelen. Sinterklaas is een hele rijke man. En hij kan kiezen. Soms is hij in Valencia. Soms is hij in de buurt van Madrid. En hij kan dus kiezen waar hij wil. Hier in Nederland ook. Soms is hij in Muiden. En soms is hij wat dichter in de buurt. Hij kan overal slapen. We hebben overal de sleutel voor. Van. Dat hoedje heet een mijter. En dat is behoorlijk duur, ja. Ja. Of het echt goud is, dat zeg ik niet. Dat zijn echte diamanten. Kijk, dat ben ik kennen. Ja, mijn Sinterklaas, zeg maar. Waarom? Ja, dat is een goede vraag. Waarom is die zwarte Piet zwarter dan mij? Dat komt omdat die zwarte Piet vannacht op het dak is geweest door een schoorsteen en ik niet. Ik ben een beetje, zeg maar, een beetje Lux Pietje gewoon. Zo'n laaier, weet je wel, dat ben ik gewoon. Ik zing alleen maar. Dat kan ik goed. Iedere Piet doet wat hij goed kan. We hebben paardenpieten, we hebben... Ja, echt? Die zorgen voor een paard. Die lijken niet op een paard. Ja, die staat, zeg maar, je staat. Ja, jij staat, ja. Hoeveel pieten bestaan er? Oké, Sinterklaas... Oké, Sinterklaas kan ze niet meer tellen, zoveel. En wees maar blij, want er zijn namelijk ook ontzettend veel kinderen. En hoe ze doen werkt niet, maar er komen er ieder jaar meer bij. Echt, geloof me. Nog vier. Sint, welke mogen we nu doen? Helemaal achteraan. Ja, met dat mooie rode hoofd. Heb je huisdieren? Heb ik huisdieren? Telt een kindje als huisdier? Nee, hè? Ik heb een parkiet en die heet Piet. Dat is echt waar. Maar, geloof ze me niet. Nog drie. Ik ben verliefd op alle kindjes van Nederland. Nee, dat is hele andere. Dat is pieterliefde is dat. Dat betekent dat je graag cadeautjes geeft en graag iets voor een ander wil doen. Dat is bijzonder. Nog. Met die bril op? Ja. Jij. Jij! Ook wij zijn samen met jou straks op de foto. Oh, was dat echt? Ja. Nee, ik denk het niet eigenlijk. Want dan moet ik met iedereen op de foto. En wij moeten met Radio NL. Laatste! Mohammed! Sorry, nog één keer. Oh, sorry. Waarom heb je zoveel veren? Waarom heb ik zoveel veren? Als je goed je best doet, dan krijg je van Sinterklaas een veer. En sommige veren, hebben twee kleuren veren. En andere Piet hebben één kleur. Dat is voor Sinterklaas om ze een beetje uit elkaar te kunnen houden. Ja, rood, wit, blauw is dat. Onze nationale Piet. Lieve kinderen, luister goed. Ik laat jullie niet met lege handen achter. Ik heb voor de hele school een doos vol cadeaus meegenomen. Nee, blijf allemaal op je billen zitten. Op je billen zitten. Op allebei. Niet op je linker, op allebei.
Die mogen jullie straks uitpakken. Dat is voor de vlonder. En ik vond het heel leuk dat ik hier eventjes mocht zijn. Ik wens jullie allemaal een hele fijne Sinterklaasavond. Wees lief voor Sinterklaas. Dan is hij dat ook voor jullie, oké? Oké. Tot gauw. Doeg. Dank je wel. Nog een fijne dag. En bedankt voor het cadeautje. Dat was niet allemaal. Jongens en meisjes, ik geloof 3 jaar geleden dat nog heilig is. Ja, hè? Ik geloof nog steeds. Ja? Ja. Hoe was dit feest, Piet? Ja, geweldig. Ontzettend leuk. Wat een lieve kindertjes allemaal. Het was echt een warm onthaal hier. Hoe kom je nou in Hattem verzeild geraakt? We zijn met Radio NL door heel Nederland aan het rijden om cadeautjes te brengen. En zo hebben we ook cadeautjes hier naar de vlonder gebracht. En hoe hebben de kinderen gereageerd? Ja, leuk. Maar dat is eigenlijk altijd zo. Kindjes zijn gewoon ontzettend lief en vinden Sinterklaas heel erg lief. En ze vinden het Sinterklaasfeest erg leuk. Dus dat was één groot feest net. Ja. En Hattem, wist je waar Hattem lag? Ja. Hallo, ik ben Piet. Natuurlijk weet ik waar Hattem ligt. Ik ken het heem in Hattem. Ik ken alles hier. Het is een actie die Radio NL heeft gedaan. En daarbij is... mogen we gebruik maken van deze auto, dus het is wel heel erg luxe en het is ook niet, dat is ook niet standaard of zo, hoor. En hoe zijn jullie in Hattem terecht gekomen? Via de A. Nee hoor. Iedereen, hi. Iedereen kon zich opgeven via de website van Radio NL en daar hebben ze een keuze uit gemaakt. Pakjesavond vieren. Ja, natuurlijk. Iedereen gaat als het goed is pakjesavond vieren. Ik ga zelfs pakjesavond vieren. Dag Sinterklaas. Er is al wat commotie over... Dat is geen commotie, dat is gewoon... Over Zwarte Piet, waar is daar je mening over? Dat niets te maken heeft met het Sinterklaasfeest. Alsjeblieft. Maar dan ook helemaal niet. Dat hoort niet thuis bij het Sinterklaasfeest. Het Sinterklaasfeest is voor iedereen. En dat is meer voor politiek. Ja, dat is als je jezelf in de kijker wil spelen... Dan roep je als wethouder van Amsterdam, roep je dat even tussen neus en lippen door. Heb je hem? En dan krijg je weer aandacht, maar het heeft niets te maken met Sinterklaas en het Sinterklaasfeest. Kom maar. Nelleke, ga je vanavond ook Sinterklaas vieren, Nelleke? Ja. Ja? Heb je dat al gedaan en heb je gekregen ook wat je graag wilde hebben? Dus dat was wel goed? Oké, nou dan zal ik dat tegen Sinterklaas zeggen, dat je er blij mee was. Ik stap eruit. Oké? Ik heb het al gezien. Oké, Nelleke. Dag Nelleke. Bedankt hè voor de leuke vraag. Je moet even een paar keer steken, het is namelijk een kleine auto. Dag vriend. Oh, kijk eens wat een leuke surprise. Hij is leuk.